Afgelopen zaterdag was Samir Memisevic tegen Heracles een van de uitblinkers aan de kant van FC Groningen. Zo is hij na zijn debuut tegen Excelsior op 13 augustus uitgegroeid tot een vaste waarde in het eerste elftal. Ja, ik speel Excelsior. Ik heb 2 trainings only met het team. En nu denk ik dat het hele team play goed and we grown up like the team. So now we are comfortable, you know. We play 2 or 3 games in the same 11. So I think we play good. Now we have no luck against Heracles. We win the Utrecht 5-1. So now in that game, we score all chances, you know, but now we have no luck. So that is the football. Tijdens zijn debuut tegen Excelsior werd al meteen duidelijk dat Memisevic een speler is die de bal graag aan de voet heeft. Hij is het type meevoetballende verdediger. Yeah, I like it. Yeah, I like it. In Bosnia, I can do that. Only defending, you know, the header and jumping and push the ball over the goal and that's it. In the Holland, we play football. You can dribble, you can pass it. So it's good. If we get the goal, we must score the goal. But in Bosnia, it's most important to save our goal. So that's the difference. In Bosnië had Memisevic de reputatie dat hij keihard kon zijn. Bij FC Groningen valt dat tot nu toe erg mee. Memisevic wint veel duels zonder daarbij een overtreding te maken. When I come to Groningen, I speak with the scouts and some people of Groningen. They told me I must attending on my fouls and my yellow cards because I have a lot of yellow cards in Bosnia. So that's the problem. And they told me you can try to lower your yellow cards and. Maybe that is reason, I don't know. Komende zaterdag gaat FC Groningen op bezoek bij Vitesse. Wat doet Memisevic als hij een aanvaller van Vitesse met de bal op zich af ziet komen? I don't know, it depends, man. But Vitesse is a good team with the great players. So, but we are the good team also. So I think we can win. Yeah, like Utrecht. I heard some people in Groningen, they told me, yeah, we don't beat the Utrecht 8 years in Utrecht and now we win. So, never know, man. Weet Memisevic wanneer de laatste keer is geweest dat FC Groningen in Arnhem voor de competitie van Vitesse wist te winnen? I don't know that. Dat was op 29 augustus 2008, dus ruim 8 jaar geleden. Ja? Yeah? Pff, man. So, maybe that is the chance. So we will see. In 2008 werd het maar liefst 4-0 voor FC Groningen. Goed gestompt door Veldhuizen, maar prachtig uitgehaald. En dus is het 1-0. Wat een heerlijke goal van FC Groningen. Gemaakt door de Rover. Lange bal van de Rover, daar gaat Berg achteraan. Opletten geblazen, dat doen ze niet bij Vitesse achterin. En dan wil Berg graag een strafschop. En die krijgt hij ook. Van der Laak achter de bal. En raak 2-0 Groningen. Veel ruimte ligt er natuurlijk voor Groningen nu. Als Sprokkel ook nog slordig is, is dit de volgende strafschop voor Groningen. Marcus Berg achter de bal. Raak 3-0. En zo wordt het wel een grote nederlaag voor Vitesse. Levchenko, dit is beter, zo! Levchenko, dus alsnog 4-0. Die van de Rover was mooi, maar deze is nog mooier. Levchenko, met een beauty.